Ik wilde eigenlijk een grap maken over orale seks. Alleen ik ben bang dat de grap een beetje zuigt. Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Fusion Generation. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, ik ben er weer. Het slechte nieuws is, ik voel me niet zo lekker. Ik ben al 2 dagen lang non-stop kwantumchemie aan het leren. Dus je denkt, huh, wat is dat? Dat zijn maar de golffuncties van een waterstofatoom integreren over 3 dimensies. Ja, ik snap er zelf ook geen flikker van. En verder voel ik me in het algemeen gewoon een beetje ziekig. Maar ik dacht, fuck it! Ik ga Pokémon opnemen. Waarschijnlijk voel ik me daarna weer beter. En dan weet je dat je een triest leven hebt als je Pokémon video's moet maken om je beter te voelen. Maar we gaan het proberen in ieder geval. Maar gebleven bij Team Magma, die aan het kutten zijn. Zoals altijd eigenlijk. Het ziet eruit dat je onze Fusion fabriek hebt gevonden. Ja, blijkbaar. Wat irritant. Geef ons de Pokémon terug die jullie gestolen hebben of anders. Oh, ik bedoel de aap die we geleend hebben van het kleine jochie. Dat is de gestolen Epon natuurlijk. Ik ben bang dat het daar te laat voor is. Wat? Te laat? Hier, laat me zien wat ik bedoel. Deze aflevering heb ik een heel speciaal onderwerp. Ik heb namelijk weer al in The Girls gelezen. En sowieso, misschien is dat gewoon de reden dat ik ziek ben geworden. Gewoon de pagina's stralen gewoon pure ziektekiemen uit. Waarschijnlijk is dat ook een klein beetje gebeurd. Maar wat ik heel interessant vind aan The Girls is, ten eerste, The Girls bestaat denk ik uit 90% reclame. Misschien wist je dit al, het is gewoon reclame, 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 koop make-up, koop kleding, koop alles ooit. Heel veel reclame. Want ook in ieder meidenblad, en ook vrouwenbladen zelfs, gewoon volwassen vrouwenbladen, naast reclame, heel veel ruimte opvult. Wow, een biepom. Die Fusion is sick. Wat heel veel ruimte in neemt. Zelfs in de krant neemt dit 3 keer zoveel ruimte in dan daadwerkelijke berichten over wetenschap. Ik heb het namelijk, dames en heren, over horoscopen. Als er iets fucking dom is, zijn het horoscopen. Het idee dat voor 1/12 van de wereldbevolking hetzelfde geldt. Snap je? Ja, oké. 1/12 van de wereldbevolking, dit schreef voor jullie aan de hand. En dat is ook heel raar, want zeg maar, over de hele wereld zijn zeg maar 30 vrouwenbladen die allemaal andere horoscoop hebben voor dezelfde persoon. En het ding is, sommige mensen lezen hun horoscoop lezen en dan denken ze, hey, ik lees hier van, oh, vandaag moet je een beetje opletten met druk zijn en oh, je zit momenteel in een drukke periode van je leven. En dan denken ze, ja, dat slaat inderdaad op mij. Leuk feitje, ga het een keer proberen met iemand die oprecht iets doet met horoscopen. Pak hun horoscoop af, lees alle 12 horoscopen voor en vraag dan eens welke past bij jou. De kans dat ze het goed hebben is oprecht gewoon 1/12. Alleen op het moment dat jij jouw horoscoop leest, denk je, oh wacht, dit staat op mij. En dan denk je meteen, oh ja, dit klopt wel. Bijvoorbeeld, ik heb eventjes gewoon puur eventjes alles doorgekrast, toegekeken. De horoscoop die het beste bij mij past is Waterman. De komende maand kan het zijn dat jouw agenda behoorlijk uitpeilt van de afspraken. Dat hebben mensen gewoon heel vaak. Huiswerk en andere to-do's. Ja, dat klopt. Ik zit op school. Dan heb je huiswerk. Wauw, wat ontdekt. Wat kost dit schooljaar goed beginnen? Ja, er zijn weinig mensen die denken, hey, weet je waar ik zin in heb dit schooljaar? Blijven zitten. In principe wil iedereen zijn schooljaar halen. Alleen sommige mensen willen daar gewoon heel weinig moeite voor doen. Maar je wilt wel goed beginnen. Je gaat het gewoon alleen niet doen. Maar er zijn ook andere dingen die jouw aandacht vragen. En dat gaat maar moeilijk samen. Ja, je kan niet tijdreizen, dus huiswerk en andere dingen doen. Gaat inderdaad moeilijk samen, horoscoop. Wat een wijsheid. Durf keuzes te maken. Je zult zien dat je daar uiteindelijk zelf het meeste baat bij hebt. Wauw, durf keuzes te maken. Dat is gewoon de wijsheid voor de waterman van deze maand. Durf keuzes te maken. Oh, ik durf niet. Wat wil je? Wil je een cola van sinaas? Ik weet het niet. Het is gewoon verschrikkelijk dat mensen hier dat werk in geloven. Dit is letterlijk gewoon een willekeurig persoon van The Girls die gewoon bla 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 bla. Hopelijk slaat het op jou. Hier, dit is mijn daadwerkelijke dingetje. De leeuw, je bent niet bang om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Huh? That's me. Je bent niet bang om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Tell me about it. En zal de komende periode dan ook meer dan eens gebeuren? Oké, dat kan in de belangstelling. Het kan niet altijd vlekkeloos gaan. Zeker niet als je jouw eigen voorbereiding te wensen overlaat. Pas als alles in de soep dreigt te lopen, ontdek je een oplossing die eigenlijk voor de hand liggend is. Dus ik kom veel in de aandacht. Problematiek. Oh, en dan bedenk ik een oplossing. Wauw, thanks. Laten we voor de grap ook nog even het sterrenbeeld van de maagd lezen. Puur omdat iedereen op Serpent Gameplay fan is van maagden. Geduld is een schone zaak. Oh, thanks sterrenbeeld. Wauw. Maar echt veel rust heb je momenteel niet in je lijf. Zeker niet als je
bestie zich opeens raar gaat gedragen. Oh, dat heb ik toevallig ook. Mijn bestie doet opeens helemaal, what the fuck. Echt zo. Probeer uit te vinden wat er speelt. Wat er speelt, probeer zonder haar gelijk ergens van te beschuldigen. Je zult ontdekken dat er iets heel anders aan de hand is dan je dacht. Gelukkig laat je je niet zomaar afpoeieren. Het enige afpoeieren wat ik doe is pure zuivere cocaïne. Dat is niet helemaal waar, maar... Fuck my bestie! My bestie ain't got no secrets for me. Nou, blijkbaar wel. Fuck my bestie. Fuck deze beeple, maar hij heeft om een of andere reden HP. En dat vind ik irritant, want hij moet dood. Hij gaat uiteindelijk wel dood, weet je. Ik wil die jongen zijn Pokémon redden. In plaats daarvan maak ik zijn Pokémon dood. Dat is de klantenservice van Rick Broers die je krijgt. Afgelopen weekend ben ik uitgegaan. Niet als in uit mijn huis of uit mijn lichaam getreden. Nee. Dat soort spirituele shit doen we een andere keer. Ik ging daadwerkelijk naar Schagen, dat dichtbij Schagenbrug ligt. En daar ging ik naar van die plekken waar je dan bier kan drinken en zo. En ik doe dat meestal nooit. Ik spreek me vaak redelijk uit tegenover uitgaan. Het ding is, zeg maar, wat kun je doen bij uitgaan? Dansen. Ik hou niet zo heel erg van dansen. Ik doe alleen maar van die gekke dit soort shit en een beetje dit, weet je wel. Dansen is niet mijn ding. Ik kan niet dansen. Ja, in principe, je kan leren dansen. Ik wou alleen maar van rare dansjes. Wat heb je nog meer in de club? Keiharde muziek. Oké, dat klopt. Alleen het is niet echt mijn soort muziek. Ik luister hele rare, gare shit en in de club draaien ze alleen maar poens, poens, poens. Oh, wil seks met die kale. Oprecht, dat is wat als een Schagen seks met die kale draait, dan zijn mensen blij. Oh, drank en drugs, wow. Ik bedoel, drank en drugs is nog een soort van oké, nummer, ik kan dat nummer uitstaan, maar... Het ding is, ik chill graag met mijn vrienden, oké? Wow, Rick Exposed, Rick doet graag sociale dingen. Ik chill graag met mijn vrienden. Alleen, ik wil graag gewoon praten. Gewoon samen lekker biertje drinken en lekker een gesprek hebben. In de club. Ten eerste veel meer geld kwijt voor bier. Maar oké, hey, ik heb geld. Ik kan bier kopen. Maar ik kan ook gewoon thuis bier drinken. Hebben ze het ook? Is het goedkoper? Vindt iedere keer in de rij te staan? Ik ben zo verdrietig dat ik met elkaar spat. Het ding is meer, er is alleen maar keiharde muziek. Het is heel druk. Ik snap het gewoon niet helemaal. Maar bij het uitgaan kan ik meerdere kijkers tegen. You win this time. Sorry om je te breken, maar het maakt niet uit. Bla bla bla. Ricky, je bent fantastisch. Wauw, baar mijn kinderen. Yo, dankjewel. Ik heb geen idee of deze machine nu kunnen gebruiken. Dat zou best wel fijn zijn. Beepom is helemaal van jou. Hij blijkt redelijk waardeloos te zijn. En maar van een arme jongen zijn Pokémon een fusion maken. En dan gewoon weggooien als troep. Dat staat ook in de chat. In ieder geval, mijn ding met uitgaan is dus dat ik het niet zo interessant vind. Zeg maar, als je nou echt een of andere chick wil hosselen of zo. Op je penis, dan snap ik het nog. Want daar zijn gewoon mensen die bezopen zijn. En dan kan dat. Ik volg even het hele gesprek niet meer. Wat? Dat is onmogelijk. Dit is allemaal jullie fout. Je komt er niet mee weg. Laten we gaan, Tabitha. We hebben genoeg tijd verpest. Ricky, dit is verschrikkelijk. De jongen wordt helemaal verpletterd als hij zijn Pokémon ziet. De Pokémon die hij kende voor altijd weg is. Ik denk dat we moeten vinden. Laten we gaan. Je bent terug! Heb je mijn E-bom gevonden? Dat hebben we. Soort van. Ha! Hij is hier, hij is alleen een beetje anders. Ik snap het niet. Alsjeblieft, geef hem terug. Jullie hebben E-bom of niet? Ja, we beloofden hem terug te brengen. Ik... Oké. Ah! Wat is dat ding? Het spijt me. Dat is niet grappig. Waar is E-bom? Je beloofde dat je hem terug zou brengen. Dit is hem niet. Geef hem terug. Je hebt het beloofd. Sorry, bitchkind. Ik was aan het helpen en shit. Helemaal ondankbaar en shit. Oh my god. Het spijt me zo erg. Nee. Nou, mag ik die fusion dan hebben? Ik vind hem wel cool. Wees niet zo gemeen tegen jezelf, Janine. Maar ik heb gefaald. Ik kon niet de jongens Pokémon terugbrengen. En de Pokémon van de dierentuin gaan nog steeds door de safarizone heen. Tenminste zijn de Pokémon de gevarenzone veilig van die irritante mensen. Dankjewel Janine, dankjewel Ricky. Denk je dat die jongen ooit zijn Pokémon terug zal krijgen? Misschien ooit op een dag als we de fusions uit elkaar kunnen halen. Ik hoop het. Totdat dat gebeurt, neem deze Pokémon Ricky. Oké, cool. We moeten even gauw dus een Pokémon dumpen. Dan krijgen we die Pokémon van haar. Hey, wie hebben we daar? Ik ben blij dat je hebt ingehaald. Oh, sorry. Vind ik jullie lastig? Nee, ik ging net weg. Doei, Ricky. Professor Oak heeft iets wat hij wil geven. Je moet naar Palatown gaan en hem een bezoekje geven. We moeten gaan. Zie je later, Ricky. Nou, geen Pokémon Fusion voor mij vandaag. Wat ik dus wilde zeggen,
is dat ik twee kijkers tegenkwam. Het was super schattig en zo. Eigenlijk is de droom van kijkers tegenkomen toch altijd gratis bier. En juist als ik dan toch al heel veel geld op mijn bier aan het uitgeven ben, dat mensen gaan zeggen, Erik, 10 bier. En dat ik ze dan allemaal op de grond laat vallen, maar dat is... Het is maar niet zo dat als je me ziet, dat je me nu verplicht bier moet geven. Hoor. Ik had even een klein praatje gemaakt met allebei. En die jongen liep me af. En ik wist dat hij kijk was. Dit vet deed, keek hij me al een beetje aan. Dat zal, ja, of ik ben gewoon heel erg chance aan het hebben met een homofiel. Het is één van de twee. En, allebei leuk hoor trouwens. Als je gay bent en je kent me van YouTube, kijk me gewoon echt heel zwoel aan. Komt wel goed. Toen liep hij naar me toe. Toen zei hij, upload meer Pokémon Fire Red. Dat ik, nou oké, okay, waarschijnlijk kijkt hij mijn video's. Of hij heeft gewoon gevoelens voor Pokémon Fire Red. Er is ook nog iets heel zieks gebeurd bij het... What the fuck? Bij het uitgaan. Ik heb namelijk half gevochten en shit. Ik heb niet gevochten eigenlijk. Ik heb ook niet half gevochten. Je kan niet half vechten. Ik heb ruzie gehad. Daar wil ik eigenlijk de volgende aflevering over hebben. Want het is zo'n legendarisch verhaal. Als ik dat nu vertel, terwijl 80 miljoen % van de kijkers al weg zijn. Het is een van mijn betere verhalen, weet je wel. Een van die betere, precies. Ah, Ricky. Blij dat je er bent. Ik heb gehoord dat je druk was. Je hebt al 5 badges. Erg indrukwekkend. Ik wilde je wat geven als beloning voor je harde werk. Een masterball. Thanks, Brozef. Professor Broke. Ik neem aan dat je weet wat de masterball doet. Het vangt iedere Pokémon zonder falen. Gebruik hem wijs. Oké, is goed. Ik heb vertrouwen in je en al die shit. Hé, mooie Rayquaza. Mag ik hem vangen? Oh, Rayquaza is blij je te zien. Dankjewel, Rayquaza. Mag ik die Pokéball meenemen? Nee, dat mag niet. Heb ik nog meer leuke dingen te vertellen? Nee, oh nee, moet ik zeker gaan vechten met die gast. Nu moet ik gaan vechten met die gast. Iets met rare weersomstandigheden. Wil je vechten? Bla bla bla. Vecht me! Nou ja, ik had het dus over dat ik afgelopen weekend gevolgd heb. Dat was met Brandon. Hij had een Dodrio bij zich. Dat was super interessant. Zullen we Dodrio verslaan met Aurora Beam? Werkt dat? Ik heb geen idee. Dodrio is wel een coole Pokémon. Voornamelijk vanwege zijn 3 hoofden. En omdat ik er een ijsstraal op gooi. Dat is redelijk verkoelend. Lekkere temperaturen beneden de 0. Dus wil je wat cools zien? Nee, ik ging niet mijn piemel uit mijn broek halen. Dit, mijn vrienden, is zuivere crystal meth. Nee, het is geen crystal meth. Ik snap het, ik studeer scheikunde. Ik ben aan het kutten met kwantumchemie, maar dit is geen zuivere crystal meth. Of toch wel. Ik ga dus wel op het gevecht gewoon verder halen. Als het goed is dit wat ik denk dat het is. Kijk eens aan. Ja, dit komt zeker. Ik heb even voelen of ik nog een beetje gelijk had. Mijn broertje zei, niet aanraken. Misschien is het anders ga je dood. Pure ziektes. Wat je hier ziet, is water. En het ligt al een week op mijn kamer. En dan denk je, wat? Water? Hoe kan dat? Nou, want iedereen weet, heel veel mensen weten in ieder geval, het smeltpunt van water is 0 graden. Bij mijn kamertemperatuur is water niet bevroren. Je ijsje smelt op je kamer. Dit water is zo goed uitgekristalliseerd tot hele goede kristallen. Dat, dit is even een scheikunde lesje van Rick. Om de kristalstructuur kapot te maken, heb je een bepaalde energie nodig. Als het kristal heel perfect is, dan smelt water niet op 0 graden, maar gewoon bijvoorbeeld op 25 graden. Dus deze dingen is gewoon water in vaste vorm bij kamertemperatuur. Of het is crystal meth. En heb ik het in de war gehaald. Je weet het nooit bij mij. Eventjes deze gas verslaan. Het is echt Pokémon tegen Pokémon. Allebei van die harige kut Pokémon. Ah joh, hoort er allemaal bij. Zo, die is verslagen. Wat is je volgende Pokémon, sukkeltje? Nou, dat is even de scheikunde les van Rick. Een Marstomp. Oké, dat is een water-Pokémon. Laten we Johnny erin gooien. Dan snap ik dat Johnny veel lager level is. Maar, Johnny is een gras-Pokémon. Dat is chill. Kom maar hier met die Gigadrain Chunk Pow. Ik denk niet dat Marstomp ons dood gaat maken. Marstomp gaat het zeker proberen, tuurlijk. Maar of het gaat lukken... Krijg hem in één keer dood? Jemig, Johnny. You go get him. Johnny is best lekker bezig. Ook gewoon volledig HP terug. Johnny is the man. Kom op, Marstomp. Brand in de hel. Oké, brand door mijn HP heen. Ook goed. Ik snap dat iedereen nu al wil dat deze video af is. En dat ik de volgende video morgen online gooi. Want iedereen wil weten hoe het zat met Rick. En de Fabo. De epische battle bij de Fabo. Dat is hoe ik het gevecht... ruzie ding ga noemen. De epische slag om de Fabo. Heel vroeger... Vroeger als er een oorlogje was, was het de slag. De slag bij Waterloo. De slag bij de Fabo. Oh my god. Er was ook politie bij betrokken en zo. Ik ben echt het meest coole verhaal ooit aan het hype. En dan blijkt in één keer weer tegen te vallen.
Ik heb een politieagent in zijn kont genomen. Ik ben een nieuwe boef. Wel, boef was heel erg negatief in de publiciteit. Omdat hij allemaal nare dingen zei tegen politieagenten. Van, ik heb je dochter geneukt. Ik neuk geen dochters. Ik neuk alleen maar zonen. Dan wordt het toch iets minder erg. Wat is erger? Als boef zeg maar zegt, ik heb je dochter geneukt of ik heb je zoon geneukt. Nou, in principe als je zoon niet op mannen valt, dan wordt het wel weer automatisch verkrachting. En als boef je dochter neukt, dan kan het nog zeg maar dat ze dat ook daadwerkelijk wil. Snap je? Ik snap er ook geen flikker meer van. Deze hele video ging nooit echt ergens over. Maar toch een beetje. Dus, moet ik nog een speciale video maken over hoe je golffuncties van een waterstofatoom in 3 dimensies kan integreren. Want dan kan ik dat wel doen voor de volgende video. Hè? Heb ik al pen en papier nodig en heel veel huilen. What the fuck is dit? Een Leaf of Sour? Het is een, de YouTuber Leafy is dit. Ik neem dat er een deel, het sour deel snap ik nog wel. Dat is waarschijnlijk van een Venusaur, maar waar is dat Leaf gedeelte van? Van Nuzleaf? Nee, ik heb geen idee. Deze Pokémon is in ieder geval lelijk en straks dood. Nice. Gaat vuurbal nog even een leveltje omhoog. Wat een prachtige wereld om in te leven, dames en heren. Bling! Vuurbal grew to level 46. Yay! Je Pokémon zijn veel sterker ook. Ik krijg 3800 voor het winnen. Was je verrast om mijn Marstomp te zien? Dat is niet zo bijzonder als jouw Rayquaza, maar ik dacht dat het wel cool... we krijgen Surf. Oh, dat is fijn. Dan kunnen we hier naar beneden toe namen. Dat is natuurlijk de volgende gym. You need a Marsh Badge to use it outside of battle. Back in Hoenn, ik verloor het zicht op mijn dromen. Maar van het worden van een grote Pokémon trainer, maar niet deze keer. Ik ga sterker en sterker worden. En ik word zelfs een kampioen, net als jij. Dus, niet rustig aan gaan doen, Ricky. Vaarwel. Wauw. We moeten nu naar de volgende gym toe. Dan denk je, hey, waar is die dan? Goeie vraag, goeie vraag. Blijf wat soort kritische vragen stellen. Wat is die ene gym die op slot zat? Als je nu een Pokémon Brick Break leert, dan kun je door een onzichtbare muur heen slaan. Het slaat nergens op, maar zo werkt het. Dankjewel voor het kijken op deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog. Ik ga even eens lekker op mijn bed kreunen en meer van deze shit doen, zeg maar. Yup, mijn leven. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!